Dag dames en heren, we zijn hier vandaag bij 3FM Serious Request voor het Glazen Huis. Gaan we geld ophalen samen met Gerard Ekdom, Guus Meeuwis en Destien. Laten we even binnen gaan kijken. Okay. Nou Gerard, we zijn hier vandaag in 013. Jullie zijn geld aan het inzamelen voor het Glazen Huis. Kun je even kort uitleggen waar het dit jaar voor is? Het terugdringen van de babysterfte wereldwijd. Het Rode Kruis heeft deze stille ramp even geaccentueerd. Dat wil zeggen dat het iets is waar je normaal gesproken niks over hoort. Maar wat wel echt een probleem is in de wereld. En elke 6 seconden sterft er ergens een kind, terwijl dat helemaal niet hoeft. Hele makkelijke, simpele redenen als vaccinaties, medicijnen, voedsel, wat dan ook. En vooral ook voorlichting kost geld. Wat is voor jou de beweegreden om dit ieder jaar weer te doen? Want je loopt nu natuurlijk al een aantal jaar mee met het Glazen Huis. Dus... Ja, klopt. Nou, het is twee redenen. Ten eerste het doel zelf. Want ik vind het gewoon, ik ga met een echt goed gevoel de kerstdagen in. Omdat het gewoon, je hebt het gevoel dat je iets goeds gedaan hebt. En dat is gewoon een ultiem ding. Het andere ding is, en dat is even een nerd ding. Ik ben natuurlijk een ontzettende radiolul, laat ik het zo zeggen. Ik ben een radio-idioot. Dus, dus voor een camera staan, daar hou jij normaal helemaal niet van. Nee, radio, maar de Serious Request is het meest ultieme radioding om te doen. Want je maakt zoveel uren, je bent alleen maar met dat... En dat is te gek, en dat in combinatie met mensen buiten, met alles met elkaar, is gewoon een... Het heeft iets, ik kan het niet uitleggen, maar je bent zo ultiem met radio bezig, dat geeft een kick. Dit was hem weer. We hebben hier genoten van Guus Meeuwis. Gerard Ekdom presenteerde de show. Hij is nog even bezig. Zijn auto staat hier nog netjes geparkeerd, midden op straat. En wij gaan weer terug naar de studio. Dank voor het kijken.